Er moet dringend worden ingegrepen in de gezondheidszorg van Suriname, want die gaat ten onder. Dit zegt de directeur van het Sint-Vincentius Ziekenhuis van Suriname, Jason van Gendre, in gesprek met onze redactie. Van Gendre geeft aan dat het ziekenhuis elke maand weer te kampen heeft met een hoge kostenplaat, die een enorme druk legt op de verschillende diensten van het ziekenhuis. Elke maand worden onze kosten hoger. Elke maand staan we rood bij de bank. Elke maand proberen we met onze leveranciers te praten om ons nog wat ruimte te geven om onze betalingen te verrichten. En zelfs de leveranciers vragen nu, zeggen ze keihard, als je ons niet betaalt, contant betaalt. We hebben dus nu zulke hoge schulden bij ze, zodat wanneer we iets moeten kopen, dan willen ze het of contant, of ze willen het binnen 2-3 dagen hebben en ze leveren het niet. Dus dat is nu de harde realiteit. Het is verschrikkelijk zwaar. Nou, dan vragen we, kijk, omdat we dus geen marktconforme tarieven hebben, toch, dan moeten patiënten in de meeste gevallen soms ook bij gaan betalen. Als mogelijke structurele oplossing ziet de directeur het herstructureren van het zorglandschap. Hierin meegenomen zal gekeken moeten worden naar mogelijkheden om de samenleving tegemoet te komen, gezien de huidige financiële situatie waar ons land in verkeert, meent de directeur. De regering wil het natuurlijk niet zwaarder maken voor de samenleving dan ze het nu al hebben, toch? Maar dat geld moet van ergens vandaan komen. Dus het is eigenlijk nu ook, dus kijk, wij als ziekenhuizen hebben onze cijfers gepresenteerd. We hebben laten zien dat we in feite elke maand gewoon de kosten voor ons oplopen, toch? En dat we in feite geen kant meer uit kunnen. En de regering heeft ons aangehoord en die is dus nu ook bezig om in feite samen met ons in feite oplossingen te gaan zoeken. De huidige situatie nu is dat de overheid bezig is te werken aan een structurele oplossing om erger te voorkomen. Het is de bedoeling zo snel als mogelijk efficiënt te handelen voor het herstellen van de huidige problemen, zegt Van Gendre.